in het leven geroepen. Toen kon dat nog. Een kleine is, als die dat donker overleeft, absoluut niet kansloos. En waarom? Vooral niet vandaag. Het ijs is geweldig mooi. Straks hebben we een heel stuk wind tegen, maar de finale is weer van de wind af. En als er één tempo kan maken, dan is dat die kleine. Het enige waar hij voor moet zorgen is dat hij alleen aan de streep komt, want in de sprint is hij normaal gesproken geklopt. Maar kleine is in goede vorm. We hebben hem verschrikkelijk veel kopwerk zien doen in alle wedstrijden tot dusver gereden dit seizoen. Meestal in dienst van de ploeg, als knecht voor zijn ploeggenoten. Maar vandaag is het ieder voor zich. Dus kleine in dienst van kleine. Het zou een stunt zijn. In 76 Olympisch kampioen worden. En in 97 een Elfstedentocht winnen. Maar zover is het nog lang niet. Hij zou overigens niet de eerste wereldkampioen lange baan zijn die de Elfstedentocht won. Koen de Koning in 1912... En 1917, tweevoudig Elfstedenwinnaar, was in het begin van deze eeuw achtereenvolgens Europees en wereldkampioen lange baan. Maar Olympisch kampioen was Koen de Koning natuurlijk nooit. Ja, ik ben nog met Kees bezig. Want Olympische winterspelen moesten toen nog worden uitgevonden. En wat heeft Kleine al een erelijst op zijn naam staan? Ongelooflijk. En het is alsof die man geen slijtage kent. Want op zijn 16e schaatste hij al wedstrijden. En inmiddels is hij 45 jaar. Uit Kerkenveld in Drenthe. De kopgroep rijdt ergens tussen Sloten en Stavoren. Door het Gaasterland. Straks de Gala Madame. En vanaf Stavoren krijgen de mannen wind tegen. Gisteren hebben we kunnen voelen hoe dat is. En dat is vreselijk zwaar. Windkracht 6 staat er op dit moment. Dat is nog ietsje meer dan gisteren zelfs. Het voelt erg koud aan. In Sloten staan nog steeds voor ons verslaggevers op het ijs. Kees Jansma bijvoorbeeld. 40 kilometer gereden, Sloten, de stempelpost. Nummer 106, Frank Wagenmaak. Wat gebeurt er? Nou, ik weet niet. Ik zit vast. Het gaat gewoon niet. Het is ontzettend jammer. 86 ging het perfect. Ik heb er hard voor getraind. Ik moet je nog wat doormatten om het erbij zien. 86, volgens mij zat je bij de 15. Weg door! Gewoon niet. Wat gebeurde er onderweg? Nou, er zijn wel veel valpartijen geweest, maar ik ben niet gevallen ook. En je kan al doorgaan, maar daar heb ik geen zin in. Je hebt nog wat achter je staan ook. Je vrouw en kinderen zijn thuis. En het moet natuurlijk wel leuk blijven. Maar dat was het niet, hè? Want ik stond hier te kijken. Nee, het was niet leuk, hoor. Het gaat veel te hard voor de winter met al die scheuren erbij. Dat is gewoon jammer. Maar ja, dat hoort bij een Elfstedentocht, het is heroïek. Het is heroïek, maar om een cliché te gebruiken, je zat hartstikke stukken pot, man. Ja, het gaat gewoon niet. En dat zeg ik, je komt niet die grote meren op en er stukken tegen wind. En ja, dat moest ik maar niet doen. Vooral als je niet goed voelt, dan martel je eigenlijk kapot en dat moet je niet doen. Nee. Hier. Hoe moet je nou verder? Want je hebt een paar schoenen geleend, want je hebt niks bij je. Ik zal wel gerepatrieerd worden naar de Leeuwarden, denk ik. Het is niet anders. Daar sta je dan en daar komen ze en dan gaan ze verder. Ja, maar ja, zo is het. Je hebt er naartoe geleefd en daarom is het ook altijd verschrikkelijk rot om te moeten stoppen. Dat is even janken, hè? Het is wel eventjes afzien. Sterkte vandaag. Dank je. Het ligt allemaal dicht bij elkaar. Vreugde en verdriet. Nummer 106 uit de wedstrijd dus. Daar zien we toevallig een groepje met rode nummers. Dat zijn allemaal vrouwen die elkaar gevonden hebben in een soort pact. Ik zie daar ook Marianne Smit. Ja,
inderdaad. De jongste van de Smitjes is daar langs de stempelpost bij Sloten. En de eerste vrouw die volgens onze waarneming daar passeerde was dus oudere zus Greta Smit. Het is voor het eerst in de historie van de Elfstedentocht dat er op de Bonkenvaart ook voor de eerst aankomende vrouw een zo kostbaar bord klaar ligt. Het is waarschijnlijk ook voor het eerst dat er rijders in de wedstrijd rondrijden met mobiele telefoons op zak. Dat is nieuw, die dingen wegen natuurlijk niks. En soms is een ploegleider helemaal de kluts kwijt en heeft hij geen idee waar zijn pupil rijdt. En enkele rijders rijden met een mobiele telefoon. De PTT heeft overal ook verbindingsmasten neergezet langs de route. Vooral van belang als je een etenszakje mist. Zoiets wil nog wel eens gebeuren. Dan moet je toch een eind verder opnieuw je eten aan kunnen pakken. Bij de vorige editie was het volle maan. Nu moeten we het stellen met wat minder natuurlijk schijnsel. Maar zo goed als het ijs vandaag is op deze 15e Elfstedentocht, zo zal het zelden zijn geweest. Recordtijd nogmaals dateert van 1985, 6 uur en 47 minuten. En de verwachting is dat het vandaag sneller zal gaan. Die aardewerken borden voor de winnaars zijn vannacht nog gebakken. En met speciaal vervoer komen die kostbaarheden richting Leeuwarden. Zo'n bord kan natuurlijk niet eerder worden gebakken dan nadat Henk Kroes de magische woorden heeft gesproken. Want op dat bord moet natuurlijk ook de datum van de tocht der tochten worden vermeld. We zagen ook Hans Kuns even in beeld, de ijsbaandirecteur van Den Haag. Altijd verwoed marathonschaatser geweest en nu rijdt hij de toertocht. We hebben het al even gehad over de kou. Er staat een forse wind. De gevoelstemperatuur is dus veel kouder dan dat de thermometer aangeeft. Dat is al eens eerder gebeurd. In 1986 was dat ook het geval. En er waren rijders die zich niet helemaal goed gekleed hadden daarop. Voorbeeld daarvan is Gerrit Molenaar. Reed toen in de ploeg van Verwij. Die had slechts één zweetshirtje aan en een schaatspak. En hij had het zo verschrikkelijk koud dat hij erover dacht om uit de wedstrijd te stappen. Totdat hij bij een controlepost iemand zag staan met een shirtje in zijn handen. En dat was bedoeld om aan te geven van hier sta ik. Als je straks je etenszakje moet hebben, dan hou ik dat shirtje even omhoog. Bedoeld dus voor iemand anders. Maar Molenaar griste dat shirtje en deed dat vervolgens aan en had het niet meer koud. Maar het had nog verstrekkende gevolgen, want even verder stond zijn eigen ploegleider met de etenszakjes. En hij was gewend aan een groen pak. En Molenaar wilde
dat etenszakje aanpakken, maar de ploegleider trok dat onmiddellijk weer terug. Want hij herkende zijn eigen rijder niet, omdat hij ineens een geel tricot aan had. En zo had Molenaar het niet meer koud, maar hij miste wel zijn eten. Het zijn allemaal verhalen uit de Elfstedentocht. De tochten van 85 en 86. Wat zijn jullie van? En hey, jullie dan? Wat zijn jullie van? Ja. En wij dan? Nou. Oké, en er is nog blijven. Wat zijn jullie dan? We zijn van. De rijders zijn op weg naar Stavoren. Zodra ze zich daar in aantocht melden, zullen we de beelden van Stavoren laten zien. Vooralsnog zijn ze daar niet in zicht. Nog lang niet. En kijken we dus nog steeds naar de passage Sloten. Waar we nog steeds rijders en rijders, en er zullen zich ongetwijfeld ook de eerste toerrijders gaan melden, voorbij zien gaan. De wedstrijdrijders moeten zich ongeveer bevinden in de buurt van de Gale Madamme. Dan de Morra op. Dat is het laatste traject richting Stavoren. En dan gaat het allemaal zwaarder worden. Want dan buigen de rijders rechtsaf richting Hinderlopen. Weer omhoog en dat betekent wind tegen. En ook dan ga je die kou pas echt voelen. Als je wind mee hebt, valt het allemaal nog wel te doen. Maar als je wind tegen hebt, dan voel je de kou. Nu ziet de molen draaien. Dat kan alleen als er veel wind staat. Stavoren, de volgende plaats die de rijders aandoen, is het meest zuidelijke punt in de route. De Elfstedentocht wordt, net zoals de laatste edities gebruikelijk was, over het zuiden gereden. En ze naderen Stavoren. Het vrouwtje van Stavoren ziet u staan, op de uitkijk. Dat is het mannetje van Stavoren, lijkt me dan. Ooit in de 11e, 12e eeuw was Stavoren een handelsstad, een havenstad. Een kende grote bloei. Maar volgens de legende verzandde de haven door graan dat door het vrouwtje van Stavoren in zee werd gekieperd. Dat betekende dat het einde van de bloei van Staveren. En in Staveren is het heel erg gezellig. Verlichting op de prachtige schepen. En vanuit de duisternis is het dan ineens weer licht voor de schaatsers. En kunnen ze eens even zien waar ze eigenlijk precies zitten. Want onderweg hebben ze daar eigenlijk geen notie van. Zit er nog wat voor me? In welke groep rijd ik eigenlijk en met wie? Het is een stadje van nog geen 1000 inwoners gelegen aan het IJsselmeer. En op het IJsselmeer, ook als dat er in bevroren toestand bij ligt, waait het altijd. Daar moeten ze vandaan komen. En hier moet er gestempeld worden. We zagen bij de stempelpost Sloten een stempelkaart op het ijs vallen. En dat leek de kaart van een aanrijder van Harm Speelman. Die nog wel werd nageroepen, maar naar onze waarneming dat bericht niet opving. Ja, en dan ligt er voor Speelman mogelijk in Staveren een drama te wachten, want dan zal hij bemerken dat hij zijn kaart mist. Die stempelkaart is een vondst ook van Pim Ulier, die in 1890 als eerste de Elfsteden aandeed te schaats en in alle Elfsteden een bewijs vroeg van zijn aanwezigheid daar, en dat was dan een handtekening.